Maats, gefeliciteerd met de overwinning. Weer een thuisoverwinning. Hoe komt het dat jullie thuis zo sterk zijn eigenlijk? Ja, het is wel een beetje een tegenstander. Ja, Volendam die zal thuis misschien ons hoog onder druk zetten. En hier doen ze dat wat minder. En dan komen we snel aan voetballen toe. En ja, vandaag zat iedereen denk ik wel echt heerlijk in de wedstrijd. En dat zag je ook wel terug. Ja, wat laten we eens even naar de wedstrijd gaan. Wat vond je zelf van de eerste helft? Ja, bij fases een beetje. Ik denk dat we heel goed beginnen met die goal natuurlijk van Yassin. Dat helpt altijd. En ik denk dat we daarna zeker met Thierry via de opbouw heel vaak hem konden bereiken. En we hadden wel wat kansjes. Flo had wel twee kansen al, maar daarna heeft hij een hele mooie goal gescoord. Ik kwam een keer 1-op-1 met mijn tegenstander en toen kwam ik net niet lekker uit. Dus toen hadden we het eigenlijk al meer moeten voorstaan. Maar we wisten dat in de tweede helft alleen maar nog maar meer zou komen. Ja, en dat gebeurde ook. En daarin hebben we het wel beter uitgespeeld. Maar moet ik zeggen dat we ook nog zeker meer goals hadden moeten kunnen en moeten maken. Ja, in de eerste helft scoorde je al best snel eigenlijk. En in de tweede helft precies hetzelfde. Hoe komt dat? Ja, omdat we wel weten, we hebben geleerd, bij Volendam kwamen we 1-0 voor. En uiteindelijk verlies je die pot. Dus bijvoorbeeld Kramer gaf ook al aan, luister, we moeten die tweede maken. En in de rust zei hij, luister, we moeten echt die derde maken. Want één goal en het is de rollen draaien voor en om natuurlijk. Dus ja, des te lekkerder dat je na 5 minuten scoort in de tweede helft. Ja, precies. En wat vond je eigenlijk van je eigen prestatie vandaag? Lekker weer een doelpuntje meegeprikt? Ja, sowieso fijn. Op het begin natuurlijk dat ik kwam, scoorde ik volgens mij 2 of 3 keer op een rij. Daarna heel wat assisten kunnen geven gelukkig. Maar ja, een goal is altijd wel lekker natuurlijk. En ja, als je kritisch kijkt had ik misschien nog wel meer moeten scoren. Maar dan ben je ook een beetje aan het zoeken wat is de beste oplossing. Ik wilde Kramer wil ik laten scoren. Pelle kwam een keer goed door die ik dan wil belonen daarin. Omdat ik ook heel veel van hun krijg, zeg maar. Dus dat is ook onze kracht, onze combinatiespel daarin. Alleen ja, als je dan ziet hoe Lobete invalt. En die is wel wat directer dan dat ik ben bijvoorbeeld. En die schiet de 4-1 tegen de touwen. En dat is ook belangrijk dat we zulke jongens hebben. Ja, vandaag ben je ook veel toegezongen. Wat doet dat met jou? Ja, het is natuurlijk mooi. Als speler, je kan het voor allerlei dingen doen. Maar uiteindelijk is waardering vanuit fans, supporters, is altijd het mooiste wat er is, denk ik. Ja, we komen richting het einde van het seizoen. Nog 3 wedstrijdjes in principe. Morgen nog een belangrijk eigenlijk voor jullie, NEC Heerenveen. Ga je daar kijken of ga je het in de gaten houden? Kijken durf ik niet 100% zeker te zeggen, maar ik ga het zeker wel in de gaten houden. Ja. Want jij zegt 3 wedstrijden. Maar daar willen wij minstens 5 van maken. Precies. Dankjewel en nogmaals gefeliciteerd.